En de stappen naar rechts. Stap, sluit weg. En weer terug. Stap, sluit weg. Laatste keer langzaam. En snel. En stap, continue. Arm mee. Naar voor en terug. Hou je bovenlichaam goed recht op. En de arm gaat omhoog. Als het niet lukt, doe alleen met je benen. Mag ook. En stap weer op de plaats. Hou met de handen de stoelleuning vast. Met je rechterbeen, tik hem opzij. Tik en terug. Tik en terug. Laatste. Wisselbeen. Uit. Stambeen. En we wisselen van been. Uit. En terug. Nog drie. Twee. Wissel. Uit. En de laatste. Stap op de plaats. Zelfde oefening. Doe het nog een keer. Neem de arm mee opzij. Handen bij de stoelleuning. Been en arm uit. Uit. En uit. En laatste keer. Wisselbeen en arm. Nog drie. Nog twee. Stap op de plaats. Handen weer aan de stoelleuning. Nu gaat het rechterbeen naar achter en terug. Achter en terug. Laatste. Wissel. Laatste keer. Stap op de plaats. Arm en been tegelijk, rechterbeen, rechterarm, uit en in. Doe mee. Uit en in. Uit en in. En de laatste. Andere been, andere arm. En de laatste. Stap op de plaats. Dit was de running-up. We gaan verder met de oefeningen. Vandaag gaan we opstaan vanuit de stoel. Goed sterke benen gaan we maken. Dus kom zitten op de stoel. Maar dan voorin. Dus zo ver mogelijk voor in de stoel gaan zitten. Voeten op heupbreedte. Ja. En dan plaatsen we de enkels ietsjes naar achteren. Het bovenlichaam is rechtop. En dan kijkt u ook recht vooruit. En dan kantel je je bovenlichaam naar voren. En zodra je voelt dat de billen van de stoel afgaan, kom je staan. Let nou zo bij het zitten, dat de stoel er nog staat, dat die niet weg is. Dus gewoon rustig zitten. Ja. Gaan we het nog een paar keertjes doen. Kijk goed recht vooruit. Kantel je bovenlichaam. En kom rustig overuit. Eventueel helpt het met de spanning in de onderbuikspieren aan te spannen. En kom weer rustig zitten. Span goed de buikspieren aan. Kijk recht vooruit. Kantelen. En kom de omhoog. En rustig zitten. Doen we nog drie keer. Rechtop. Kijk recht vooruit. Eventueel mag je uw armen meenemen. En weer rustig gaan zitten. Nog twee keer. Kantelen. Recht omhoog. En weer zitten. Laatste keer. Kijk recht vooruit. Kantelen. Netjes. Weer rustig zitten in de stoel. De volgende oefening.
oefening is voor onze bovenlichaam. Schouderbladen, armen, handen recht vooruit. En dan trekken we de armen langs het bovenlichaam naar achteren. Borst vooruit, schouderbladen naar elkaar toe. En de armen weer naar voren. En weer naar achter. En weer naar voren. Nog 4 keer. Hou de schouders laag. Span eventueel de buikspieren aan. Nog 2. En de laatste. Eventjes korte pauze. En doen we hem nog een keertje. 8 keer. Armen weer naar voren. Schouders laag. En beweeg de armen weer naar achter. En weer terug naar voren. Achter. Schouderbladen goed naar elkaar toe. We doen er nog 4. Nog 3. Nog 2. En de laatste. Schud even los. Volgende oefening. We brengen de rechterarm omhoog en de linkerarm gaat omlaag. En wisselen. Eén arm omhoog, andere arm omlaag. Rek je eigen goed uit. Strek je eigen op. En weer wisselen. Duw je ene arm de grond in, de andere rek je uit. En weer wisselen. En dan voel je hem goed in de zijen. Doen we nog 3 keer. 2 keer. En de laatste. Schud even los. Doen we deze oefening nog 8 keer. 1 arm omhoog, 1 arm omlaag. En rek je uit. En wissel. Goed rechtop zitten. Maak je lang. Nog 3 keer. Nog 2. En de laatste. Zo, goed even lekker los. Krijgt u nog 2 losmakende oefeningen. Goed rechtop. En dan kijken we het, met het hoofd van... rechts naar links draaien. Rustig aan. Niet te snel. En hoofd naar het midden toe. Laatste oefening. We draaien de schouders naar achteren. Het bovenlichaam goed rechtop houden en draai die schouders zo groot als dat je kunt naar achteren. Laatste 2. En de allerlaatste. Goed. Schud even lekker los de schouders, de armen. Dit was hem weer voor vandaag.